Nog nooit eerder heeft de wielerronde van Frankrijk zo'n spannende finale gekend als in de 55ste Tour. En het was onze landgenoot Jan Janssen die voor de dramatische ontknoping zorgde. Toen Jan Janssen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. De tijd van Janssen was de snelste die tot dat ogenblik op de chronometers was gekomen. Met ingehouden adem wachtte iedere Nederlander op wat Van Springel zou gaan doen. Zijn ploegleider hield hem onafgebroken op de hoogte. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Janssen, die nu als winnaar werd gehuldigd. Ten slotte hees men Jan Janssen in de gele trui als de eerste Nederlandse overwinnaar van de beroemde Tour de France. En daarmee had de renner uit Ossendrecht, die al eens het wereldkampioenschap op de weg behaalde, zijn hoogste ideaal bereikt.